Namaste, goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. En ik zal zeggen, pak weer een chipsje erbij, pak een popcorn erbij. En ga genieten weer al van een gloednieuwe vlog. Ik heb zojuist mijn vlog in elkaar gestoken. En heel veel dingen er ook nog wat aan geprutst en al. Ik hoop dat het is meegevallen. Laat het in de reacties weten wat je van de vlog vond van gisteren. Van Kraak, de preview van Kraak de Kluis, die binnenkort aan zit te komen. Daar wil ik jullie nog even gewoon meedelen. Wanneer dat deze doorgaat, alles staat op de website, www.psychotv.be. Dus ik ga even voorlezen. Binnenkort ga ik een livestream doen waarbij je een code moet kraken van 6 cijfers. Kraak jij de code van 6 cijfers, dan win je een leuke Steam game naar keuze. Je mag kiezen waarde tot en met 50 euro. Of win een waardebon van 50 euro korting in mijn webshop. Daar mag je dan ook uit kiezen. Dus je mag dan kiezen oftewel een Steam game, oftewel een item uit mijn webshop. De livestream zal doorgaan op zaterdag 13 maart, schrijf dat echt in uw agenda, om 2 uur. Iedere kijker mag dan om de 5 minuten... een code zenden naar mij via de chat van YouTube. Spammen mag niet. Ik zeg telkens wel een nickname en die mag dan een code van 6 cijfers doorgeven. De nummers die gezegd worden, worden ook op mijn website, dus naast www.psychotv.be, bijgehouden. Niet met nickname erbij, maar wel met nummers. Veel succes op zaterdag 13 maart 2021 om 2 uur tot en met het geraden is. Maar dat is ook al veranderd. Als het binnen de 3 uur niet geraden is, komt er de volgende weekend daar opnieuw een livestream. Dus tot de code echt gekraakt is. Voilà. Dan weten jullie dat ook alweer al. Oh, jullie worden toch goed op de hoogte gehouden, hè? En ook ja, surf naar mijn website www.psychotv.be. Ik kan niet genoeg zeggen. Daar vind je ook nog Lamparty nieuws. De laatste Lamparty nieuws. Ik ga ook eens vandaag weer al eens wat rondsurfen. Op zoek weer al naar evenementen die ik kan toevoegen. Ook in mijn evenementenkalender op Facebook. Dat ga ik ook nog doen. Daar ga ik ook nog mee aan de slag. Dat wil ik ook nog integreren op mijn website. Dus er zit nog een en ander nog te veranderen op mijn website. Maar nu ga ik zulke van vertrekken naar mijn werk toe. En ja, ik doe het al heel graag, de timeslapjes maken. Dan gaan we dat opnieuw eens doen. Hè. Ik zal zeggen, geniet maar weer al van een timeslap. Die muziek was ik dus aan het luisteren van David Guetta. Ik ga zelfs ook nog eens iets proberen als ik eraan denk. Zorg als ik er niet aan denk. Ik ga dan eens heel anders naar thuis rijden. Ook weer gewoon een timeslapje. Dus ik ga wat een langere weg nemen.
Maar nu ga ik wel integraal beginnen met mijn Psycho TV rugzak hier op het wijk. Deze kun je overkrijgen op www.psychotv.be in mijn webshop. Het is een zeer goede rugzak. Ik gebruik hem altijd voor ook gaan te werken. Dan weten jullie dat. Dus deze is integraal te krijgen op www.psychotv.be. Ik ga nu beginnen te werken. Hoi kijkers. En welkom nog op een gedeelte van een vlog. Ik heb deze morgen ook proberen... deze morgen zie ik dat het wel gelukt is, denk ik. Eens even kijken. Ja, dat is gelukt. Dan deze eens even bekijken. Deze is ook nog gelukt. Maar dan zie je hier, hè. Kijk, ik ga deze ook opnieuw open doen. Geen beeld. Dus ik heb weer al 1, 2, 3, 4 kapotte bestanden. Dus ik heb eigenlijk ook na mijn werk heb ik een hele grote... onride filmpje gemaakt op weg naar mijn thuis toe, maar dat is dus mislukt. Dus deze 4 fragmenten, die gaan, je ziet die tijdstippen, die zijn heel dicht bij elkaar. Die ga ik nu jammer genoeg deleten en dat is al direct 4,07 GB, wat de prullenbak ingaat, jammer genoeg. Dan weten jullie dat mijn vlogbestanden wat kapot is. Dus en dat het nu toch wel een redelijke korte vlog aan het worden is. Omwille van dat er bestanden kapot zijn. Ik ga kijken wat ik dan in de plaats nog kan doen voor jullie. Momenteel is mijn inspiratie nu echt leeg, omwille van het is ook al terug donker buiten. Dus ik kan ook die trip wat ik van mijn wijk naar mijn thuis heb gedaan, kan ik niet nog een keer eens doen. En dat het donker is. Ik had misschien wel in de vlog van zaterdag gooien, dus dat wat ik vrijdag ga filmen, kom ook zaterdag dan online. Dan kan ik dat wel eens misschien eens doen, eens even naar Ginder rijden en dan zo een onderrijtripje terugmaken voor jullie. Want als ik nu echt alles achter elkaar moet gaan steken, dan kan ik je nu al zeggen dat het jammer genoeg... Wanneer wil je dan gaan rijden? Morgen. De vlog is integraal nu nog maar 5 minuten 35 en dit is nu alweer, dus al, ik zit nu op 7 minuten voor een vlog. En dat vind ik jammer genoeg wel nog niet zo redelijk lang. Normaal gezien had ik al een vlog van om de beide 20 minuten, dus daar is redelijk veel weggevallen. Ik mag ook nog één ding blij zijn dat mijn schatje ook hier langs mij is. Me too. Ja. I love you. En ja, zij is op Discord ook bezig. Er is ook nog een Discord-vraag geweest. Mag je wel mee afspreken van Bea met Chris? Luister nu goed wat zij zegt. Ze zegt niks. Mag je nog wel spreken met Chris? Van mij mag dat, zolang ik er maar niet bij moet zijn. Nee. Ja, oké.
Oké, ja, Tamara had blijkbaar iets gezonden in een privébriefje naar de groep. We hebben ook een groepchat. Dus. Ik wil ook nog sowieso nog eens iets zeggen naar Boef toe. Boef, kom alstublieft eens terug naar mijn Discord-server. Please, want we missen u. Dat is waar, ik mis hem ook. Voilà, nog een die dat zegt. Echt waar, Boef, waar zit je? Mensen, spreek Boef alstublieft aan en zeg hem dat hem onmiddellijk terug moet komen. Arr. Anders ga ik haar hem eens opzoeken. Muhahaha. Nee hoor. Zo erg ben ik ook nu weer aan die mensen hoor. Dat ik iemand ga opzoeken voor bro gaan te zoeken. Nee, dat doe ik niet. Er is ook blijkbaar vandaag een Trade Mania City. Grand Theft Auto 5 update. Ik ga heel even bekijken wat er vandaag. Nee. Dus vandaag is er geüpdate geweest bij Counter-Strike Global Offensive. Mobs Anubis. Reskinet. Ik ga dat even vertalen in het Nederlands. Up, wacht hè. Even dit erbij nemen. Vertalen. Enter. Plakken. Oké, de borden en de informatieborden opnieuw bekleed. De wallbang door de rand van het middengebouw tussen de dubbele deur in het CT-huis gerepareerd. Enkele granaatclips toegevoegd om te voorkomen dat rare granaten op A-haven stuitert. Dan bezighouden, verschillende visuele problemen opgelost, boostplekken verwijderd, bijgewerkte bot NAV, bedankt Ham en Apollo. Dan is er nog een nieuwsupdate binnengekomen van Stardace. Daar ga ik ook nog eens even overlopen. Dus ik ben nog wat gaming nieuws ook aan het vertellen hier in mijn vlog. Dat is ook eens iets heel nieuws. Star Day Hotfox 29.8.1 Nightwave Arcane Helmet Clarification. Het nieuwste cred aanbod van Nora Knight omvat onder meer de Arcane Scorpion Helmet Blueprint en item dat al lang niet meer bestaat sinds Hotfix 13.2.3. Dit item was eigenlijk bedoeld als een gloednieuwe Operator Cosmetica Operator Wolfhood, maar de backend gegevens werden een beetje verwisseld. De Arcane Scorpion Helmet Blueprint zal zijn winkellevensduur bepalen, waarna de nieuwe Operation Wolfhood zijn beoogde plaats zal innemen in toekomstige rotates. Ja, oké. Dan is er ook nog een Grand Theft Auto 5 update. En daar is maar een kleine update geweest op de PlayStation 4, Xbox One en de PC. De update van de 1.53 notities. Wat is er dan geüpdate? Er is een nieuwe voertuig toegevoegd aan GTA Online, verkrijgbaar bij Warstocks, Cash en Carry. Dank u, Virus. En dan de allerlaatste game update, die is net binnenkomen, gloednieuw. Oké, wacht hè. Sorry, schat.
Dit ga ik ook even gauw kopiëren, plakken. Singleplayer, problemen, oplossingen, een probleem opgelost waardoor DLSS-resultaten er enigszins wazig uitzagen. En dan voor de multiplayer, oplossingen, een paar geluidsproblemen opgelost die mogelijk verband hielden met Sound of Doom in MP matches. Dan heb ik het over het spel Mount & Blade 2 Bannerlord. Daar ben ik nu over bezig. Een probleem verholpen waardoor het verkeerde team tot winnaar werd uitgeroepen als een speler tijdens verlengingen werd gedood. Bekende problemen. En dan echt nog de beta 1.5.8. Singleplayer loopt vast en crash verholpen die optrad toen de speler of de schuilbaas toeschouwer roepen doden tijdens een schuilplaatsduel. Een crash verholpen die werd veroorzaakt door het laden van een oude opslag die onmiddellijk start met het vervolgmenu van belegering. Die is gewijzigd in de nieuwste versie en optie voor plunderingen bevat. Een crash verholpen die werd veroorzaakt door beperkingen van de gemiddelde artikelprijs. Oplossingen. Een probleem verholpen dat een speler naar een vredesmenu leidde tijdens het overvallen van een nederzetting. Zelfs als er geen vrede is, de gemiddelde goudhoeveelheid van steden wordt verhoogd. Bij deze zijn jullie nu op de hoogte, dus... de free games voor deze weekend kan ik jullie ook nu ook al zeggen. Dat is Absolute Drift op de, Epic Games. En dan hebben we nog de Rage 2. Die is ook volledig gratis tot en met donderdag 25 februari. En de andere is ook tot Thursday, de 25ste. De 25ste is op donderdag. Dus een week gratis game te vinden op Epic Games. Ik zal zeggen, ik surf er even allemaal naartoe. Al het nieuws vind je ook terug op mijn Discord. Dus de Discord link staat hier onderaan in de beschrijving. Maar nu ga ik jullie even laten, want nu ben ik wel een redelijke lange vlog weer al aan het maken. Toffie! Mensen, het is echt buiten heel goed aan het regenen. Echt waar. Ik ga dus nu een stukje van mijn schatje toe. Ze is even naar de slaapkamer toe. Ja, ze moest even gaan liggen, want ze voelt zich niet zo 100%. Dan vind ik het niet erg als ik dan even ga liggen. Dan raad ik je dat wel aan om dat te doen. Dan gaan te liggen. Nu ben ik nog iets aan het zoeken. Ja, toch wel mooie tekeningen, hè? Zeg, als jullie nog tekeningen hebben en ik moet die uitprinten van jullie uit, laat het mij dan ook weten via Discord, via een privéberichtje of zo. Dan komt dat wel allemaal wel goed. Dan print ik het uit en dan komt dat daar ook nog op te hangen. En ik ga binnenkort dit ook nog eens updaten, al mijn YouTubers waar ik aan het volgen ben. Want sommigen hebben ook een nieuwe logo. Zo wil ik Acid. Acid heeft een nieuwe logo. Team 3 Vekers en Like Mike, die hebben ook een nieuwe logo. Milan Knol, die zal ook al een nieuwe logo hebben. Noem maar op. En nu ga ik naar Enzo Knol kijken. Samen met mijn schatje en dan naar familie. Hé, schat. Ja. Daar ligt ze dood. Kijk, ik schiet ze dood. Baf! Oh my god. Ja, dat gaat nu de vlogtitel zijn.
Dimitri schiet Bea af. En daarachter kwam er dan aan. Oh my god. Ja. Oh my god, mijn dingen is hier af. Ja, dat is het. Ik kwam door de kamer binnen. Dat is echt heel goed aan het regenen. Oh, ik word zelfs nat. Zou je dan niet eraan op piep zetten? Nee. Die valt uit. Ja, maar daar staat niks wat kan kosten dat hij nog zo kan geven. En ja, mensen, hier staat hem al klaar. De kluis. Kijk maar. Het staat nog altijd op die code wat ik als preview heb gegeven. Kijk, hè. Hup, 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 hup. Yes! Ik heb de code gekraakt. Wat win ik nu? Niks. Oh, ik win weer al niks. Hebben jullie het gehoord? Ik win weer al niks. Ook geen liefde of zo. Ja, liefde krijg je wel, maar dat krijg je niet eens niet. Dat is niet iets voor de fans. Allee, tot ziens allemaal. You. Moet mijn schatje nog iets zeggen? Nee. Doei doei. Ah, wacht, 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 wacht. Doei doei. Haar gezichtje, man. Haar gezichtje. Oh yeah. Ja, en dan. Het is nog geen 10 uur. Gaan we Enzo kijken? Ik heb nog beelden kunnen repercureren van mijn lekkere onride, terwijl dat ik met mijn schatje even een rondritje heb gemaakt. Daar ga ik nu ook nog een timeslapje van maken. Dus veel kijkplezier. En dan is mijn vlog volledig gedaan. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, livestream of iets anders er online komt op mijn YouTube kanaal. Ik zie jullie allemaal weer al zo snel mogelijk terug. Tot morgen. Yo.